De eerste kennismaking met de eilanden. Hoe is dat u bevallen? Nou, het is me heel erg goed bevallen. Het was een enorme reis. En niet in de laatste plaats natuurlijk omdat het 6 eilanden zijn. En ik per eiland heel veel heb gedaan. Veel mensen gesproken, veel gezien. Veel gehad over alle kansen die er zijn. Ook over alle uitdagingen die er zijn. En ontzettend veel gezien en gedaan. Van gezondheidszorg tot armoedeproblematiek, banken. Het gebrek aan de notaris, de afvalproblemen. Nou ja, ga zo maar door. De eerste reactie die ik op Curaçao kreeg toen er een nieuwe staatssecretaris werd aangekondigd. De meest uitgesproken mening of opmerking was: weet de staatssecretaris genoeg van de eilanden? Is het nu weer iemand die komt en die eigenlijk onze eilanden niet kent? Hoe staat u daarin? Nou ja, ik heb het natuurlijk ook gehoord en ik snap dat ook totaal. En ik ben er ook open over geweest dat ik natuurlijk nog nooit... Ik was ooit met vakantie geweest op de Benedenwindse eilanden, maar had er nog nooit gewerkt. En dat is natuurlijk iets wat tijd kost. Want ik moet mezelf inwerken. Niet in de laatste plaats er natuurlijk ook zijn, want dan zie je dingen ook veel meer. Maar ik hoop wel dat met alle kennis die ik heb opgedaan en alle gesprekken die ik gevoerd heb, alweer een stap verder te zijn. En gelukkig heb ik het de laatste dagen niet meer echt gehoord, maar misschien komt dat nog. Ja. Een van de thema's die voor heel veel inwoners van de eilanden belangrijk is, is de relatie met Nederland. Nou is het in de relatie tussen moederland en oud-koloniaal land altijd, ja, de aandacht naar het moederland is groter dan omgekeerd, van het moederland naar de eilanden. Heeft u iets gemerkt in het bezoek over die relatie? En zowel in positieve als in negatieve zin? Ja, eigenlijk allebei. Dus mensen die ontzettend veel, ja, heel erg blij zijn met Nederland en de relatie en de hulp die ze bijvoorbeeld hebben gekregen om in het bestrijden van de pandemie, van de COVID-problemen. Ik heb ook meer mensen gehoord die heel kritisch zijn op Nederland. Die ook kritisch zijn op het slavernijverleden van Nederland voornamelijk. Maar ook wel recentere problemen. Dus eigenlijk een beetje allebei heb ik gehoord. En het is natuurlijk ook duidelijk dat voor Nederland, voor Nederlanders, de eilanden soms ook helemaal niet zo bekend zijn. Wel dat ze er zijn en dat je er vakantie kunt houden en dat soort dingen, maar niet zozeer de problematiek. Dus een van de dingen die ik ook wel hoop te doen, is daar ook iets meer over vertellen in Nederland zelf. En ik heb ook een bijeenkomst gehad voordat ik hier naartoe ging met mensen die vanuit de eilanden in Nederland wonen, om hen ook te vragen met mij erover na te denken hoe we dat kunnen doen. Want ja, onbekend maakt ook een beetje onbemind. En dat is zeer onterecht, niet alleen maar omdat het hier fantastisch is en heel mooi, maar ook omdat er hele serieuze problemen zijn die we vanuit Nederland ook moeten helpen aanpakken. Ik heb u tijdens het bezoek gevolgd. Ik heb gehoord dat u enorm veel aandacht heeft voor wat ons gezamenlijk brengt. Dat is natuurlijk ook logisch, want we zijn met elkaar nu ook samen. Maar waar ziet u de verschillende belangen als staatssecretaris ten opzichte van de eilanden? Want de eilanden die voelen soms dat die belangen anders zijn. En dat kan vanuit Nederland natuurlijk ook zo zijn. Dus waar ziet u dat? Zijn er tegenstellingen die u heeft gemerkt en waarvan u denkt, nou, daar moet ik aandacht aan besteden? Nou ja, wat denk ik een rol speelt, is dat onze staatsrechtelijke verhouding tot de verschillende eilanden natuurlijk ook anders is ingericht. Hè. Het is anders op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, waar we nu zijn, dan voor Curaçao en voor Aruba en Sint Maarten. Maar ik denk dat het toch echt belangrijk is om inderdaad te kijken naar wat ons inderdaad samen bindt en wat we samen kunnen doen. Maar ja, dat betekent natuurlijk ook dat eilanden zeggen, ja, maar ik wil wel autonoom zijn. Ik wil wel zelf kunnen nadenken over de vraag wat de toekomst van mijn eiland is en hoe het hier is ingericht. En dat aspect heb ik best in veel gesprekken ook is dat opgekomen. En ik ben daar zelf ook, ik ben daar natuurlijk sowieso niet blind voor, niet in de laatste plaats omdat ik zelf ook van autonomie hou. Ik hou helemaal niet van een beetje rondgeboelied te worden. Maar tegelijkertijd, hè, als je kijkt naar Nederland, wij zijn onderdeel van de Europese Unie. Ook daar, hè, speelt financieel toezicht een rol en moeten we voldoen aan allerlei kwaliteitseisen. En ik denk juist dat als we een beetje vanuit die verschillende posities af en toe ook iets meer afstand kunnen nemen en dan naar elkaar toe komen, dat we dan ook verder komen. Want ons bindt enorm veel, niet alleen maar dat verleden dat we hebben, maar vooral ook in alle projecten die we aan het doen zijn. Want of je nou op Sint Maarten komt, waar we aan het werk zijn met het, hè, opruimen van nog steeds de projecten rondom de orkaan of de herstel of na de orkaan, of dat je hier op Saba bent. Je ziet overal die samenwerking en eigenlijk gaat het dan in de concrete projecten vaak weer heel erg goed.
wat mij is opgevallen is dat het er vaak gereageerd werd door verschillende staatssecretarissen op het juridische vlak. Als er iets werd gevraagd over van wat vindt u daarvan, wat vindt u daarvan. De gevleugelde woorden, dat is een eilandelijke aangelegenheid. Ja. En dat is overigens volstrekt duidelijk, denk ik. Hè? De juridische kant is volstrekt duidelijk. Maar bent u een staatssecretaris die ook iets verder kan dan dat punt en zeggen van nou, zo liggen de verhoudingen. Daar kan ik bijvoorbeeld niet in treden als staatssecretaris. Maar ik vind er wel wat van, want ik ben met de mensen begaan. En kunnen we dan ook een andere reflectie krijgen over bepaalde problemen? Ik noem de mensenrechten in Curaçao als voorbeeld. En ja. daar is door de vorige staatssecretaris nou ja, regelmatig op gereageerd. Van, ja, dat is een interne aangelegenheid. En dat is ook zo. Desondanks willen mensen erg graag weten, maar hoe kijkt Nederland daar nou tegenaan? Omdat er ergens in tijd een raakvlak kan ontstaan. Nee, kijk, ik vind dat ook zeker belangrijk. En die juridische en staatsrechtelijke verhoudingen, die zijn er. En die zijn ook belangrijk. Dus wanneer Sint Maarten zegt, goh, jij hebt helemaal niks te maken met dit onderwerp. Nou ja, dan moeten we dat ook gewoon nemen zoals het is. En tegelijkertijd, inderdaad, als het gaat over bijvoorbeeld dat thema van de mensenrechten. Of het onderwerp van het afval op Sint Maarten. Als je kijkt naar die grote afvalberg die daar midden in de stad ligt. Die weliswaar al enigszins is aangepakt, maar wat mij betreft echt nog een stap verder zou moeten. Ja, dan wil ik me daar best ook over uitspreken. Niet omdat ik er noodzakelijkerwijs over ga. Niet omdat ik noodzakelijkerwijs degene ben die zou zeggen, je moet het zo en zo doen. Of je moet het überhaupt doen of niet. Maar ik vind het wel belangrijk dat er onderdeel van is. En eigenlijk ook wel omdat, ja, ik luister natuurlijk goed naar wat mensen bijvoorbeeld ook in Aruba, op Aruba vinden van die grote afvalberg die er is. Parkietenbos. Nou, het is duidelijk dat iedereen dat een vreselijk ding vindt. En dat er ook veel te doen is om te zorgen dat dat enigszins wordt opgeruimd en aangepakt. En ja, het is een kwestie van het eiland zelf. Maar ja, ik vind ook echt dat daar wel wat moet gebeuren. Ja, maar ik vraag het ook omdat heel veel mensen vinden dat na 10-10-10 de eilanden eigenlijk minder autonoom zijn geworden dan gepland was in de opzet van de nieuwe staatkundige verhoudingen. Nou, Coho is daar denk ik een bewijs van, hè, waar Nederland gewoon met een stevige vinger om bepaalde redenen zegt van wij willen die hervormingen nu afdwingen. Al dan niet gekoppeld aan liquiditeitssteun of andere voorwaarden. Dus het excuus van interne aangelegenheid, hè, lijkt een beetje dan op cherrypicking. Want op andere fronten is Nederland volop aanwezig in de eilanden. Nou, dat is ook zo. Maar ik, weet je, het gaat mij niet zozeer over cherrypicking of niet. Ik zie gewoon hele serieuze problemen. En ik denk dat zeg maar het feit dat we gewerkt hebben aan het ondersteunen bij de pandemie was natuurlijk zeer noodzakelijk. Hebben we ook vol gedaan. Eigenlijk op alle eilanden heb ik daar hele positieve verhalen over gehoord, dus daar ben ik heel erg blij mee. We hebben liquiditeitssteun gegeven en hebben gezegd, ja, maar dan moeten er ook een paar dingen echt veranderen in de basis van jullie economie, in hoe het land in elkaar zit. Of het dan gaat over belastingopbrengsten, zorgen dat er niet alleen maar een belastingwet is, maar dat de belastingen ook worden betaald. Zaken dat die te maken hebben met dingen. Die autonomie. En dat raakt zeker een stukje van die autonomie, maar aan de andere kant zijn het ook weer net de dingen waarvan de eilanden zelf hebben gezegd, we vinden dat die moet worden aangepakt. En de gesprekken die ik gevoerd heb met mensen uit het bedrijfsleven, of ook gewoon inwoners, of het dan gaat over Curaçao of Aruba, hebben steeds gezegd, het is ontzettend belangrijk dat we dit doen. Kijk, wat natuurlijk zo is, is dat welke hervorming ook in een COHO-pakket zit of niet, wanneer je het niet met je hart wil uitvoeren, dan zal het nooit een succes worden. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat we goed in gesprek zijn met elkaar over wat is het dan precies en hoe gaan we dat bereiken, hoe gaan we ervoor zorgen dat we ook de problemen die hier zijn echt aanpakken op een manier die het land ook echt versterkt. En ik hoop dus ook echt dat het een succes gaat worden en we zullen er nog veel gesprekken over voeren, denk ik, want het zijn ook echt grote klussen en nou ja, er is werk te doen aan onze kant, maar ook aan de kant van de eilanden. Wat heeft u het meest geraakt tijdens deze reis op de bovenwinden? Ja, toch eigenlijk de armoedeproblematiek. He, mensen die toch echt grote hoeveelheden mensen die op dit eiland wonen. En die gewoon met wat ze verdienen niet uit kunnen komen. Je was in de supermarkt, hè? Ja, enorm. Ja, ja, we hebben gezien dat de prijzen hier op Saba nog weer hoger zijn dan op Sint Eustatius. Maar een pot pindakaas, $11. Ja, en dan een inkomen van misschien een kleine 1000. De helft van het minimum in Nederland. En nou ja, ook daar is dus werk te doen. En gelukkig hebben we ook afgesproken in het coalitieakkoord dat we daarmee aan het werk gaan. Dus daar ga ik met mijn collega's in Nederland, die ik natuurlijk ga terugvertellen wat ik allemaal heb gezien, mee aan de slag.
het slavernijverleden. U heeft op Stacia een ontmoeting gehad met Paul Spanner en Ismael Berkel. Ja, heel bijzonder. Ja. Ja. Kan u daar wat over vertellen, over die bijzonderheid van dat gesprek? Nou, ik heb ook op Curaçao een gesprek gehad, hè, met vertegenwoordigers uit de gemeenschap over dit onderwerp. Maar wat ik heel bijzonder vond aan het laatste gesprek was vooral de wijsheid waarmee zij spraken over toch ook de noodzaak om met elkaar dat slavernijverleden niet alleen maar te bespreken, maar het ook te erkennen. En ook de noodzakelijke stappen te zetten om verder te komen met elkaar. Dus dat thema van die erkenning is voor hen heel erg belangrijk. Bijvoorbeeld spraken ze ook over specifieke projecten. Dat er graven van tot slaafgemaakte werden zijn gevonden bij de uitbreidingen van het vliegveld. En dat het heel belangrijk voor hen is dat er heel respectvol met die lichamen wordt omgegaan. Of beter gezegd, het zijn de skeletten natuurlijk van de mensen die daar begraven zijn. Ja, dat is denk ik wel gewoon een thema waar we met elkaar verder moeten. Niet alleen maar vanuit het verleden, maar ook heel erg omdat zij ervaren en velen ervaren dat zij nog iedere dag, dat ze dat slavernijverleden nog iedere dag met zich meedragen. En het excuus wat ze graag willen van de koning, wat kan u daar als staatssecretaris mee? Nou, we hebben gezegd dat we over dit onderwerp verder gaan spreken in het kabinet. Utrecht heeft vandaag haar excuses gemaakt, hè? Oh, dat heb ik naast nog niet Amsterdam, gezien, maar dat, dus is bijzonder, want ik kom er vandaan. En ik denk dat het goed is dat we dat gesprek ook voeren. Er is een rapport gemaakt en we gaan daarmee ook aan de slag. Dus we zullen daar in de komende tijd ook echt even, niet even, maar goed over moeten nadenken. Ja. Ja. Laatste punt, de jeugdraad, de Youth Council van gisteren van SEBA. Ja. De 5 meiden en een jongen die u hebben toegesproken, die ook een verzoek bij u hebben gedaan. Ja. Of ze naar Nederland mogen komen en wat u daarin kan betekenen. Ja. Wat heeft dat voor u opgeleverd, die ontmoeting? Nou, die ontmoeting heeft denk ik opgeleverd niet alleen maar de inzichten die zij hebben geboden over hoe is het leven hier en wat vinden wij dat er belangrijk is dat er gebeurt om ons leven hier beter te maken. Of het nou over onderwijs ging waar ze het over hadden of over meer dingen te doen. Maar dat is te zien dat ze toch ook hele krachtige en uitgesproken mensen die zich ook echt laten zien en horen. Dat vind ik altijd verschrikkelijk mooi om te zien. En ik hoop vooral ze in Nederland te kunnen ontvangen. Ja, u gaat ze uitnodigen? Dat is wel de bedoeling. Okay. Ja. Goeie reis terug. Dankjewel.